zijn werk hier staat, kom ik er ook achter dat mijn vader toch echt ook wel een outsider kunstenaar is. Dus geeft u even applaus. Isis Netloni, die heeft onder andere de Buruburu-tempel, die in het midden staat, met de Buruburu-vrouwen. En zij heeft in haar kastje, in de hoek, staan haar bedtekeningen. Zij maakt in bed, haar bed is haar atelier. Daar kan je heel veel dingen in doen, maar ook onder andere boekjes tekenen. Dus die worden gepresenteerd in de vitrine. Wij hebben kunstenares H.F. van Steensel, een van Amsterdam's, bijna enigste zou ik bijna willen zeggen, art brut kunstenaressen. En haar werk hangt hier aan de wand met de ingepakte beelden. En zij recycelt wrakhout en allerlei dingen die ze vindt op straat en maakt die tot kunst. Piotr van Moog, die heeft onder andere in de grote toilet hier in de gang een eigen depot-expositie. Hij heeft ook op het eiland waar mijn vader zijn werk heeft, die ook verschillende dingen opgekleurd met zijn schilderijen. Hij staat hier voor mij, Piotr. Dan hebben we Hendrik-Jan van den Brink, een oude rocker uit Amsterdam. Hij komt vaak in Cruise In, rock'n'roll clubhuis in Amsterdam, waar rockabilly gedraaid wordt en waar iedereen nog in jaren 50 en 60 stijl rondloopt, alsof je in een tijdmachine terechtkomt. Hendrik-Jan kwam ik tegen ooit bij een Lindy-hop-dance demonstratie. Ik dacht eerst dat Gene Kelly in zijn matrozenpak op de dansvloer stond, maar het was Hendrik-Jan van den Brink uit Utrecht. En zijn kunst hangt hier in de andere zaal. We hebben Bill Baudet-Wes. Bill Baudet-Wes is underground striptekenaar, die hangt hier om de hoek met rock'n'roll tekeningen. En wij hebben kunstenares Tess. En Tess heeft de bijzondere foto's die daar aan de wand hangen. En wat ik het bijzondere ervan vind, dat er in deze tijd heel vaak gebruik wordt gemaakt van Photoshop en alle andere dingen. Tess niet. Tess blijft net zo lang zoeken en afstemmen tot ze in één keer die plaat erop krijgt zoals die daar hangt. Dus heel bijzonder, vind ik zelf. En met Tess openen we ook weer een nieuwe cyclus. We gaan namelijk outsider art foto-exposities organiseren het komende jaar. En zij is dan de eerste. Die heb ik nog. Nee, we gaan beginnen. Wie nog? Bart Smit uit België. Sorry. Bart Smit is een heel bijzonder verhaal. Ik kreeg een CD-rommetje. Ik maak het open. Ik ga voor de tv zitten hier. En ik wist niet wat mij overkwam. Ik zag allerlei rare, bizarre filmpjes, mooie tekeningen, gekke schilderijen, teksten. En ik ben samen met mijn collega Henry, zijn we in de auto gestapt en zijn we naar België gereden. We hadden ons al aangekondigd en we kwamen daar in België, het was vers zoeken. We woonden in een heel klein dorpje, ergens onder de rook van Antwerpen. En we kwamen eraan en toen zagen we een klein villaatje. En voor dat villaatje zaten drie mensen op een bankje. Eén keek met een big smile, keek ons aan, en twee keken heel zaggerijig. Toen kwamen wij erachter dat die twee die naast hem zaten met die zagrijnige koppen, dat waren medekunstenaars. En die hadden een wetje gemaakt van, Bart, dat is gelul. Ze komen helemaal niet uit Amsterdam naar jou kijken. Dat is allemaal onzin, dat heb je verzonnen. Dus die hadden een weddenschap met elkaar. Nou, die verloren ze, want wij kwamen wel. En de middelste was natuurlijk Bart Smit. En Bart Smit had drie schoollokalen vol met kunst. En stapels met tekeningen. Dus zijn we nog apart een weekend teruggegaan om keuze te maken uit zijn werk. En hij heeft vorig jaar hier zijn eerste expositie gehad en nu exposeert hij mee met ons. Ja, ik wou iedere kunstenaar die wilde toch even iets persoonlijks doen voor u. Ik geef nu het woord aan kunstenaresse Tess. Het licht. Het licht. Gods witte licht breekt zich in kleuren. Kleuren zijn daden van het licht dat breekt. Het leven breekt zich in het bont gebeuren. En mijn ziel breekt zich als ze woorden spreekt. Slechts die zich sterven laat, die kan het leven beuren. O, zie mijn bloed dat langs de spijkers leekt. Mijn raam is open en open zijn ook mijn deuren. Hier is mijn hart, hier is mijn lichaam breekt. De grond is zacht van de lente.
Door de bomen weeft zich een waas van groen en mensen komen wandelen langs de vijvers in het gras. Naakt, aan een paal geslagen door de koorden, ziel die zichzelf verbrak in liefde en woorden. Dit zijn de daden waar ik mens voor was. Bravo. Vraag ik nu Erna Ammeraal. Jij zou een gedicht voordragen voor Henk Schoonhoven. Een gedicht voor Henk. Zijn motto. Pluk de dag. Elk uur en elk moment wil ik vieren. Pak ik met beide handen aan. Ik wil zo midden in het leven staan. Elk randje van de dag versieren. Wie nu leeft, heeft het heden. Van de morgen stond tot de avond rond. Elk moment met eigen grond niet blijven hangen in het verleden. De uren willen rekken van alle fijne dagen. Schemeren tot de eerste schemerlamp. Het donker komt verjagen. Pluk de dag, dat is mijn leus. Dat is mijn motto. Daarin ben ik thuis. De volgende kunstenaar die aankondigt is Isis, Ned Loni, en die wordt begeleid door haar vriend op de mondharmonica. Waar zou ik zijn zonder uitdrukkingsvormen die onrustig in mij woelen als woest toch wel bekende stormen? Zo ook de boerenboerenvrouwen, wat beschadigd en fragiel, zonder ooit iets terug te knauwen, doch gevangen als Afrikaans parmant. Vertrokken dier, houden we toch de wacht constant. Ook toen de liefde begon te zingen en dit blozend werd herkend, met alle smacht van binnenbarend en zoetjes aan voor eeuwig mens. Wij blijven echter kruipen, lachend vliegen of wat zwijgzaam kreunen, soms ook vallen over harde verleden dreunen, in de eindeloze wiegende zee, van nieuwe lichtvoetige horizonnen, vastgenageld in dat wat leven heet, heel gedwee. Diep in eigen echo van ludieke bronnen. Wees ongenaakbaar als een vogel zonder teugels. Met je wijdgespreide vleugels. Of verstop me volkomen voldaan in een schoongebarsten schalen. Bij de sterke schaduw van de wachtende maan. Waar ik voorgoed als edel dier zal stralen. O hemel lief, dan keer op keer telkens weer de dood verslaan. Ze sluipt voorbij, barst uit haar voegen en vermorstelt mij. Het is het eindeloze wiegen, tot de oeverloze moed ons weer bemint. En wij weer vol verbazing zijn, als een verdwaald elfenkind. Dat bij geluk hoog woont in de zoete bergen, of achter een rode troostende zee. Ver weg van blauwbekkig nauwgekrakeel. O, zo gezond bezeten van alle uitdrukkingskreten. Balancerend of een stevig welriekend koord, kan zij nimmer nog worden gesmoord. Boeroe, boeroe, met onschuldige blozende delen blijft ze wenken naar hogere taferelen. Of weergaloze klanken die echo's schenken, pardoes ontsnappen uit onze verbaasde kelen. We schrappen de klinkklare onzin en stelen de diepte, groeps, van ons stemgeluid. Die durft het hart te raken, waardoor wij altijd kreten slaken. Wij lachen en wij stralen op rennende vlonders die parels strooien met wangen die blaken. Boerenboerenvrouw, ik hou van jou. En gaat ze trots tekeer al hier in de spetterende outsider art tempel atmosfeer. En buigt ze diep en geheel daarachter voor deze verrukkelijke en o zo almachtig onaantastbare blijde eer. Dankjewel. Oké. Dames en heren, wij gaan nu over tot de opening van deze expositie. Dat u het even hoort, ook aan de andere kant op de Lindegracht. Zie ik jou lopen met een pad verf.
Zie ik jou lopen met een pot verf en heel veel verfdoeken. Zie ik jou lopen met een pot verf en heel veel verfdoeken. Onder een pimpelbazen hemel vol zwarte vogeltjes. Die gekleurde balletjes schieten, die door de verf rollen. Terwijl jij met grote kwasten bezig bent om alle muren, auto's, bomen en straten te voorzien van prachtige kleuren. Zie ik jou lopen over de grachten, over de pleinen, door de straten van alle grote wereldsteden. Terwijl de karavaan van dinosauriërs, carnavalwagens en raad van elven, kabouters, trollen, B-artiesten, clowns, op hooggeslagen geelgeschilderde nijlpaarden, koningen en prinsessen uit andere werelden, basbewoners en al met niet meer, in een explosie van confetti hun kunsten vertonen, terwijl de toeschouwers ogen krijgen als schoteltjes zo groot en er van alle kanten symfonieorkesten klinken, die zich laven, en een baganaal van spirituele purica-oasis, terwijl uit de hemel duizenden kunstwerken nederdalen om het aculturele landschap te veroveren. Is dat waar? Zie ik jou? Dan is het waar van wat ze over jou vertellen. Jij bent een outsider-artiest. Bij deze is de expositie geopend. Wat doen we hier, Piotr? Nou, we gaan zo kijken naar iemand die ooit door Boudewijn Boeg uitgeroepen is tot de Nederlandse Buddy Holly. Die treedt hier op in mijn galerie, het Depot. Depot Artistiek natuurlijk. Wat gaan jullie spelen? Nou ja, ik ga even bezitten eerst. Ken je ook... Wil je van Buddy Holly natuurlijk? Ja, iets van Buddy Holly. Wil je niet op het podium staan? Ja. Nee. Nee hoor, nee. Op het podium staan. Op de podium. Oh ja, op het podium. Ja, moment. We gaan nu iets van Buddy Holly doen, denk ik. Blue Day, Black Night, is dat wat? Oh boys ook goed. Peggy Sue. Ja, die is overleden toch? Peggy Sue got married, hè? Not so long ago. Ja. Die ken ik ook, Peggy Sue. Oh boy, wat je zegt maar, Iris aan Look You For Some With The Love, ken je ook? Ja, die ken ik niet. Ken je wel maar zo? Doe even Oh Boy anders. Oh boy. Oh, applaus zit erbij. Er zit nu al een applaus bij. Ja, moet je even het toilet gaan staan. Ik moet zo nodig naar het toilet. Kom hier. Natuurlijk, ja, maar even wachten, niet klaar. Dat is een grapje. Als je de cycle staat niet, denk ik. Ja! Wordt gevallen dat ik hem kon vragen. Oh my love, oh my kisses, you don't know. You better be missing your boy. Oh boy, let me do the thing, oh boy.
Because